Waar hebben ze? 21 centimeter. Goed. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Wat een jet. Hij ligt gewoon in elkaar, die gozer. Timo, de vlog. Timotheus. De vlog. Het is 10 uur, man. Hé, mannetje? Hij is gewoon knock-out. Hij is helemaal knock-out, die gozer. Er staat een biertje voor je klaar in de woonkamer. Kijk naar hem. Nou, we zien jullie straks wel weer als hij wakker is. Goedemorgen, kijkers. Welkom bij een nieuwe dagelijkse vlog op mijn YouTube-kanaal. Timo met. We gaan vandaag weer knotsgekke dingen doen. Loopt wel. Ja, loopt. En ik ga jullie gewoon lekker meenemen, dus like, abonneer, niet mijn like, ads, abonneer, niet, voor mijn en niet mijn ads doorspoelen alsjeblieft, kijk ze af, dan krijg ik geld, doei. Och, daglicht. Goedemorgen Jackie, hoe voel je je? Ja, ik ook prima hoor. Ja? Een hele goede morgen iedereen, super leuk dat jullie kijken naar een goed nieuwe vlog. Ik ben zojuist ontwaakt door de mannen en door... Reshabbing. Ik moet nog even opstarten. Ik lag als laatste in bed. En dan weet je dat je de loop bent en dat iedereen naar je bed komt en op bed gaat springen en je wakker wil maken. En ik was er mentaal niet klaar voor, maar ik ben wakker geworden. Ik ben ontwaakt. We zijn onderweg naar het lekkerste ontbijt. Na een feestje. Namelijk... Lekker ontbijt! Ja, Risha skipt dit, want Risha is gym life, you know. Dus Risha eet kwark en proteïnebars. Maar Ruben en ik gaan lekker eten. We stappen lekker de wagen in. Nou, Ries, heb je genoten van het vijfje gisteravond? Ja, geweldig. Ja? Ik ben wel uitgedroogd. Ben jij al in de... Jij bent niet in de dagelijkse vlog geweest volgens mij nog. Ik heb jou voor het laatst gezien met die diploma-uitreiking. Want voor de duidelijkheid, Ries is een oude klasgenoot van ons. Nee. Nee. Maar dat was niet mijn vraag. Heb je genoten? Ja, het was ja? Top. Ja. Ik heb het moeilijk genoten, maar ik zou zijn. Oeh. Ja? Echt uitgedroogd. Ja, nou, ik denk iedereen wel. Ik heb echt, dat ik wakker werd, er kwam een geur aan mijn bek, dat trok je vloerbedekking van krom. Dus als je vloerschijf is, het spijt me. Stuur mij tikkie. Ja, dankjewel. Maar we gaan even onze kater bijwerken. Of nou ja, kater is het ook weer niet. Maar onze ochtendsituatie bijwerken met de McDonald's. Beter nou, ik heb geen kater. Jullie hebben 2 kratten bier gehaald en anderhalf gaat gewoon weer mee naar huis. Ik zei nog tegen jullie, 1 is genoeg. Ja, maar nee. Ik ga even ons verdedigen. Kijk, die avondwandeling, ja. Die heb geen goed gedaan voor het bierconsum. Nee, dat is echt zo. Dat, als je dan drinkt, als je dan dat gaat niet ben, lekker. Dat is gewoon kut. Ja. Ja, nee, al had je ons op stoelen neergezet rond een tafel en de krat in het midden. Oh. Dan had hij op geweest. Dan had hij op geweest. Maar het maakt niet uit, want nu is er wel een krat over voor de volgende keer. Maar laten we even bij deze afspreking, ik wil het op beeld hebben. Oh, nee. Eerst het volgende vuifje of feestje, zoals we het nu gehad hebben met Nino en zo. Gewoon oude klasgenoten, mensen die we kennen en zo. Het gaat niet weer 3 maanden duren voordat het nog weer is. Ja, nee, oké, ik wil oprecht wel mijn best doen, maar ik kan geen broekjes maken. Het ding met Risha is dus... Ik heb moeite met communicatie. Ze kan geen contact onderhouden. Je kan geen contact onderhouden. Risha reageert letterlijk een week nadat ik haar geappt heb op mijn berichtje. Ja, maar ik vind voornamelijk WhatsApp, Snapchat, Instagram, ik vind dat moeilijk. En dat vind ik moeilijk bijhouden, maar eerlijk, toen maar ik op vakantie was... Zo bellen. Ja, maar ik heb ook veel gewerkt de afgelopen tijd. Het was gewoon van... Dat vind ik een lulverhaal. Dat is niet gelul. Als je thuis bent, dan kun je toch verdomme even ja, kijken op je telefoon... wie jou godverdomme berichtje hebt gestuurd of niet? Ik heb moeilijk. Maar er zijn sowieso meer mensen die dat hebben. Kijk, Mieke heeft hetzelfde verhaal. Ja, dat is ook niet handig. Nee, maar... Nee, maar die is ook vegetarisch en die zat gisteren ook gewoon... Die is niet vegetarisch, hij is vegan. Ja, die is vegan en die zat gisteren... Die zat gewoon mijn Turkse pizza op de grond. Maar ze was echt zo blij ermee. Ze was zo blij ermee. Ik zeg, is het nou niet erg, want er zit wel vlees in, hè? Ja. Ik ben even aan het genieten. Ik dacht, weet je meid, eet jij lekker je pizza. Het is prima. Dat is schat. Leuk. En over eten gesproken? Jazeker. Daar hebben we hem. Ons 2 minuten voor... 2 minuten voor tijd voor het McDonald's. Kentucky Fried Chicken en de pizza. Hut. Huh? Is dat nou geen McDonald's? Nee. Mag ik even hier wachten? Yes hoor. Yes hoor, wat is dat? Waar is de McDonald's rood met niet een M, maar een KFC? Ik heb gevoel me genaaid door die McDonald's. Wij komen daar om 11 uur 59. Of 10 uur 59. 10 uur 59 onze bestelling doen. En hij zegt... Je krijgt geen McMuffins. Nou, dan hoef ik het niet meer. Het is zeg maar, dat McOnbite stopt om 11 uur en we waren 1 maar minuut waarom voor is dat? Waren we daar. Maar waarom doen ze dat? Ik snap dat niet. Weet ik niet. Ik wil de hele dag door die dingen vreten. Dat zijn echt lekkere dingen.
Ja, weet je, soms zit het er een beetje tegen. En je adres is wel bij de McDonald's geweest, die staat daar al. Die, ja, die hebben allemaal fucking McMuffin. Ja, huh? Ja. Die zijn, ze zaten letterlijk voor ons. Ja, en jullie zijn toppers. Ja, maar we doen wel lekker kipje. Wel lekker kipje. Om 11 uur. Ja, die Sjaal is wel verlaten, want die heeft een gym live. Dus die dacht, dit ga ik niet doen. Die heeft vanmorgen kwarkje gegeten. Nou, weet je, prima. Maar... Hey, Timotheus, ja? Ik vind het heel leuk dat jij bier drinkt in mijn auto. Maar ruim even die shit op. Mm. Oh. Mm. Holy shit. Zo, wat een regelpijp van een rietje. Niet best. Klik nog mis ook. Volgens mij ben ik nog een beetje dronken. Yes, hey, dankjewel hè. Toppie, werk ze, hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Waar komt dat hoi hoi vandaan? Is dat een ding ergens van zo? Wat doe je nou? Ik laat bijna die zak vallen. Ja, zullen we gewoon ramen dicht houden? Fuck hun. Waar hebben ze? Ja. Hoi. Ja, ja, hoi. Ik moet hier nog niet weg. Sorry voor de ongezelligheid. Ja, gezellig. Bedankt. Ja. Ik vond het echt heel gezellig. Ja, ik ga mijn best doen. Ja. Doei. Doei. Ik vond het heel gezellig. Ik ook. Oh, zo misschien. Jij ook. Nou, dag lieverds. Het was heel gezellig, boys. Later. Later. En nu de rest ons verlaten heeft, hebben wij even rustig ons eten opgegeten. Stappen we weer de auto in. Want ook wij moeten door, Ruben. Wil je even jouw voeten aan het filmen? Ja, dat is wat er gebeurt als je mij in de auto hebt. Dus jij gaat hem ook even zo uitzuigen. Hey! Oh, ik moet echt nog zo erg opstarten, dat is niet normaal. Oh, Ruben, wat zien we daar? Een Audi. Nee, een viaduct! Dat betekent klepje open en een beetje gas geven, ja. Gaat hij toch al? Natuurlijk, je raam is open. Lekker. Lekker. Het is tijd om dag te zeggen. Tijd om dag te zeggen. Maatje, veel plezier bij de Grand Prix van Ziza Zandvoort. Ja, kijken. Ja, ik ga ook kijken. Ik ga bij mijn stiefbroer kijken, maar veel plezier vast. Ja, jij ook. Bedankt voor de gezelligheid. Jij ook. Oh, oh, hey! Rocket Power! Oké, later man. Yo. Dames en heren, jongens en meisjes, ik ga weer lekker richting huis. We hebben even bij Ruben even snel een bakje koffie gedronken. Nog even een beetje wakker worden, weet je wel. Even opnieuw een beetje opstarten. En dan kan ik nu eindelijk weer rijden in mijn Bessie. Oh, wat is het toch heerlijk om te zien als dat kontje gewassen is. Hey, lekker te shinen. Ik heb wel onder de boom gezet. Dat was niet zo handig, want er ligt wel een beetje vogelpoep op mijn dak. Maar hey, het leven bestaat niet altijd uit schone auto's zonder vogelpoep. Maar goed. Oh, oh, oh. Hey, ik heb hem. Dit is namelijk nog steeds de zonnebril van Risha. Die is ze vergeten. Of tenminste, die had ik op. En die lag in Ruben's auto. En hun gingen natuurlijk vrij snel weg, omdat Nino iets moest doen. Maar daardoor lag deze bril nog in de auto. Dus die heb ik voor nu even geclaimd, totdat ik Risha weer zie. Dus dat kan een maandje of drie duren. Nee, jongens, gekkigheid. Het was super gezellig. Het was leuk om gewoon weer wat klasgenoten te zien. Want ik weet niet helemaal of ik het in de vlog heb verteld. Ik weet wel dat ik in de vlog van gisteren sowieso niet heel veel gefilmd heb op het borreltje zelf. Dit was gewoon een lekker borreltje met Nino en Risha en Marijn. Dat zijn mensen van onze oude opleiding, wil ik eigenlijk zeggen, maar van onze school. En die hadden we al een tijdje niet gezien. En voorheen zie je elkaar elke dag van de week, omdat je natuurlijk met elkaar op school zit. En dan op een gegeven moment studeer je af en iedereen gaat zijn... Oh, gaat weer. Nou, ik laat hem nu wel af. Iedereen gaat zijn eigen dingetje doen, iedereen gaat zijn eigen kant op. Dus je groeit toch een beetje uit elkaar. Maar dan is het wel leuk om zo nu en dan nog dingen te blijven doen, zoals dit borreltje. Ik ben eindelijk wel een beetje ontwaakt, want ik werd als laatste wakker gemaakt. En we hadden natuurlijk best wel een strakke planning, want bepaalde mensen moesten dingen doen. En Nino moest ook eerder weg en we wilden nog wat eten gaan halen. Dus ik was een beetje aan het opstarten. Dus het was wat dat betreft wel chill dat Ruben moest rijden. Dan hoef ik me daar niet zo op te focussen. Maar ik ben wakker, ik ben springlevend en ik ga nu lekker de auto sturen richting het thuisfront. En dan ga ik de Grand Prix van Zandvoort kijken. En voor mij is het vandaag dus zondag, voor jullie is het dinsdag. Dus jullie weten al hoe de race is geworden. Maar ik wil alsnog een voorspelling doen. Ik denk dat Max hem pakt voor degene die dit interesseert. Want ik snap dat er ook mensen kijken en denken, gozer, waar lul je over? Maar ik denk dat Max hem wel gaat winnen, maar het wordt spannend. Omdat de Grand Prix, of het circuit van Zandvoort, is best wel riskant. Omdat als je een foutje maakt, word je gelijk afgestraft met dat je gewoon van de baan af ligt. Zijn grindbakken, dat soort dingen. Dus als je eraf ligt, is de kans erg groot dat je ook gelijk klaar bent. In de kwalificatie van gisteren was Max hem echt al knijterhard aan het pushen. En dat gebeurde ook bij twee andere auto's die hem ook aan het pushen waren. Van allebei van Williams Racing. Die lagen er dus af. Maar ja, dan schiet je eraf en dan is de auto stikken. Nou, allemaal spannend. Dus ik hoop dat het niet vandaag gebeurt. Ik denk dat hij hem al pakt. Maar we gaan het zien. Jullie weten het in de tussentijd al. Ik nog niet. Ik weet wel dat ik denk dat ik daar niet ga filmen. Want ik ga met mijn stiefvader
samen bij mijn stiefbroer kijken. Mijn stiefvader, die, wat ik respecteer, die komt liever niet op de vlog. Die houdt niet zoveel camera's, die heeft ook geen Facebook en dat soort dingen. Dus ik denk niet dat ik daar ga filmen. Dus dat is voor jullie op zich een beetje jammer. Ik hoop dat jullie het begrijpen, maar ik respecteer gewoon als iemand er niet op wil, dan doe ik dat lekker niet. En dan gaan we gewoon even lekker genieten van de race. Maar voor nu kan ik eerst genieten van een lekker ritje naar huis. Lekker sentimenteel en rustig in mijn eigen autootje. Even lekker rijden. Ik ga lekker muziekje opzetten. En het wordt een en al genieten en lekker wakker worden. Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben na 2 dagen weg geweest weer lekker in mijn eigen Osso. Ik heb net even de vlog ingepland voor vanmiddag, die vanmiddag online komt. En nu ga ik naar mijn stiefbroer toe om dus de Formule 1 te kijken. Zoals ik net uitlegde, ik ga er niet filmen, ik hoop dat jullie het begrijpen. Ik hoop dat het een hele mooie race wordt. Jullie weten al hoe het is afgelopen en ik ga dat nu zien. Ja, jullie zien mijn lachen, dames en heren. Dit was een partijtje vet. Ja, het is misschien een beetje dubbel als jullie nu mijn reacties zien, want jullie hebben het allemaal al gezien voor degenen die het volgen. Maar, ik wil zeggen Lewis. Max die heeft hem gewoon gepakt. Het was echt een super spannende wedstrijd. Super leuk om te kijken. Ik vind het ook gewoon zo vet dat het gewoon op Nederlandse bodem is gebeurd. Maar goed, genoeg over de Formule 1 geluld. Ik zit nu weer in de auto, want ik ben onderweg naar Lutje Winkel, naar de Maten. Want die hebben lekker met z'n allen Formule 1 gekeken. Ik heb hem, zoals ik net vertelde, bij mijn stiefbroer gekeken. En die gasten die zaten bij elkaar lekker bij Joey in de tuin. En die doen nu nog even een borreltje na. Dus ik heb even met ze gebeld en zei, yo, kom je ook langs? Ze zegt, nou ja, tuurlijk kom ik langs. Even bijlullen met die gasten, want ik heb ze ook al een tijdje niet meer gesproken. Ja, het weer is er ook echt naar. Het is vandaag echt een lekker zomersdagje. Ja, je ziet het waarschijnlijk ook, het is lekker zonnig. Zonnebrilletje kan op. Dus het is gewoon lekker om nu te kunnen genieten in de tuin van het mooie weer met gezelligheid. Kijk dan man, eens even lekker zitten. Maar niet te missen is Martin Buijs. De grill. In zijn lekkere beachboy lichaam lekker te koken. Oh. En ik ben nog niet eens zo lekker bruin voor mijn doen. Oh, jij bent niet bruin, gast. Nee, voor mijn doen helemaal niet. Wat heb je gemaakt? Even een lekker washi. Een washi? Ja. Wat is het geheim van de chef? 21 centimeter. Goed. Is lekker aan het eten? Ja, is lekker. Heerlijk. Ja? Wat ben je aan het eten? Een food review. Weet ik eigenlijk niet eens. Dit is een food review from the Jumbo. From me, from the beker. Je kan gewoon Nederlands praten hoor. Wat dan? Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein, dat is een klein potje. Goeie joke, goeie joke. Willen jullie nou een goede kok? Bel Martin, 0652 kaas of vlee. 0652. Kipsaté. hoe gaat het ermee voor? Laat het even zien. Jongens, jullie moeten wel ook even abonneren. Ik ben wel heel dichtbij. Kijk nou, dit beslaat helemaal. Wat ben je nou precies aan het doen, Mart? Chefkok, hey. Laat eens even kijken. Hey. Er zitten alleen maar 2-3 kipsatees op, dus eigenlijk is het zo heel interesting. Doe je zo. En dan is het omgedraaid en dan doe je hartstikke plat en dan doe je... En dan doet hij zijn werk. En zo werkt dat. Oh. Het is altijd gezellig met die lui, jongens. Dat is echt. Dus belde me van, joh, kom je even lekker een biertje doen? Even nakijken van, of napraten over de Formule 1 natuurlijk. Want ja, dat is wel het ding van vandaag. Maar ik stap weer lekker op tijd de auto in. Want morgen moet ik weer vroeg mijn bedje uit. En naast dat heb ik ook nog wel wat editwerk te doen. Mijn zonnebril even valt van mijn hoofd. Daarnaast, jongens, jullie zagen dan net wat shotjes. Die gast zaten ook een beetje te kutten met die camera, maar dat is helemaal leuk. Jullie zagen natuurlijk wat beats op tafel staan, maar mag ik wel even duidelijk zijn. Uiteraard, ook onder het motto van de Formule 1 zeggen ze never drink and drive. Dat doe ik ook niet. Ik wil gewoon mijn rijbewijs behouden, want als je gedronken hebt en je bent nog beginnend bestuurder, want dan ben je volgens mij 5 jaar of zoiets. En je hebt ook maar 1 biertje gedronken en je wordt geblazen, ja dan ben je de lul. Dus ondanks dat het een klein stukje is, ik ben even gezellig heen geweest, even bijgelopen met die gasten. Kies ervoor om lekker op tijd het padje in te korten, zoals we hier dat in het mooie Noord-Holland zeggen. Sowieso hebben wij in Noord-Holland zeg maar best wel wat uitspraken waarvan, als ik dan ergens anders in Nederland ben, als ik dan zeg, dan zeg ik, wat zeg jij? Maar bij ons betekent het padje inkorten dat je naar huis gaat. Ik ben helemaal de pauper! Ik vergeet het altijd dat als ik mijn auto start, dat die radio nog aangaat op het volume waar ik hem als laatste op heb gehad. Dus ik moet eigenlijk gewoon als ik mijn auto uitzet even mijn volume naar beneden doen. Maar dat wil ik nog wel eens vergeten en dan krijg je dit. Maar ja jongens, zoals ik zei, ik moet nog wat editwerk doen en het wekkertje gaat weer vroeg, want morgen ga ik weer naar de golfbaan toe. Heb ik weer wat werk te doen. En deze week komen er echt best wel wat leuke dingen aan. Dus mocht je dat niet willen missen, zou ik zeker zeggen, vergeet die zeker niet beneden te abonneren als je daarvan op de hoogte wil blijven. En sowieso van de laatste tijd wil ik jullie echt bedanken voor de support op de vlogs. We zitten nog steeds in een stijgende lijn, we zijn lekker aan het groeien, er komen telkens weer wat kijkers bij. En ik vind het super leuk om de reacties te lezen onder de video's en ik probeer ook mijn best te doen om er zoveel mogelijk op te reageren.
lukt niet altijd, maar ja, nu klinkt het echt alsof ik honderden reacties krijg. Dat is het niet hoor. Maar meestal als ik ga editen of naar de video kijk, dan is het ergens tussendoor en moet ik weer door. Of ben ik druk of whatever. Maar ik probeer te reageren. Vind ik super leuk om te lezen wat jullie vinden van de video's. En ik probeer elke keer weer mijn best te doen om jullie mee te nemen in de leuke momenten van mijn dag. Zoals ik in een paar vlogs geleden ook al zei, wordt het natuurlijk wel steeds lastig omdat de mensen om me heen weer naar school gaan en werken en dat soort dingen. Maar ik probeer het zo leuk mogelijk in te vullen voor de vlog. Ik vind het sowieso altijd wel gezellig als ik wat dingen ga doen met mensen. En ik vind het ook super leuk. Ik ben nu 66 dagen achter elkaar bezig volgens mij om de vlogs ook weer terug te kijken. Dat gewoon het opslaan van herinneringen met je vrienden. Ja, dat, ik vind het gewoon echt leuk om terug te kijken. Zoals gisteravond heb ik nog wat vlogjes teruggekeken van de vakantie naar Kroatië. En het jammer vind ik altijd dat als je leuke dingen meemaakt of leuke dingen doet, dat je het pas achteraf bedenkt hoe leuk het ook eigenlijk daadwerkelijk was. Als ik die vlog terugkijk van dat we in Kroatië waren, denk ik echt, mijn god, ik wil echt weer terug. Het was zo leuk, zoveel leuke dingen gedaan, zoveel leuke plekken gezien. Dus tot op de dag van vandaag ga ik er nog steeds lekker mee door. Ja, ik ben benieuwd hoe lang ik hier nog moet gaan parkeren. Geen idee wanneer dit af is. Jullie weten de status, bij ons ligt de weg eruit en moet ik elke keer mijn auto hier parkeren en dit stukje naar huis lopen. Het was ook zo lekker weer vandaag en moeten jullie even dit prachtige sunsetje zien. Gisteren hebben we ook zo'n sunsetje gehad dat we met die gasten van BS op het strand waren. Super vette dronebeelden geschoten. Het is een mooi dagje en dan eindig je met zo'n sunset. Top. Maar goed, ik ga naar mijn huis, want anders ben ik voor saus op tijd naar huis gegaan. Dus ik ga lekker naar binnen. En jawel, ik ben veilig binnengekomen, dames en heren. Maar ik duik ook gelijk met Nessie in. Op het moment dat ik thuis kwam, ik ben even gaan zitten. Ik ben even bij mijn ouders geweest, die heb ik het hele weekend niet gezien. Omdat ik die feestjes heb gehad natuurlijk. Dus die heb ik even gedag gezegd en verteld hoe het was en zo. En ja, ik ga nu lekker mijn mandje induiken, want ik ben kapot. En ik dacht eigenlijk van, ah, de outro neem morgen wel op. Maar nee! Ik ga weer mijn best doen om de outro's dezelfde dag op te nemen. Waarschijnlijk gaat het morgen wel fout, maar voor nu wilde ik hem in ieder geval nu opnemen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet dan zeker niet dat blauwe duimpje omhoog te klikken. En hier beneden te abonneren als je niks wil missen van mijn dagelijkse vlogs. En dan kan ik nog maar één ding zeggen. En dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog, jongens. Later.